De cijfers dalen en dat betekent ruimte voor versoepelingen. Sinds een tijdje kunnen we weer naar de pretparken, dierentuinen en het terras op. Nu kunnen we ook eindelijk weer naar de bioscopen, de musea en naar de theaters. Cultuurcentrum in Nieuwe-Nooblaar zit vandaag bij mij aan tafel en vertelt hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren en hoe zij het nu gaan aanpakken. Benieuwd? Blijf dan vooral kijken naar Onder ons gezegd. Welkom kijkers, wat leuk dat jullie kijken en welkom, wat fijn dat jullie er zijn. Dank je. Ik ga gelijk met de deur een beetje in huis vallen. Hoe voelt het voor jullie dat jullie eindelijk weer open kunnen? Ja, super blij, gewoon fijn. Weet je, heel fijn inderdaad dat we onze deuren van het cultuurcentrum gewoon weer open kunnen stellen voor het publiek. Want die hebben we de afgelopen tijd natuurlijk moeten missen. Dus we hebben enorm uitgekeken naar dit moment eigenlijk om weer publiek in huis te krijgen. Ja. Ja, en jullie hebben niet echt stilgezeten natuurlijk de laatste tijd, denk ik. Dus hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, we zijn eigenlijk wel vorig jaar, toen de eerste lockdown een feit was op 16 maart. En wij eerst het theater moesten sluiten. Vervolgens de lessen, de cursus en uiteindelijk ook de bibliotheek. Toen hebben we heel even een dag bij de pakken neergezeten. En toen hebben we ook gelijk gezegd, nee, dat kan niet. We moeten er gewoon, we moeten in beweging blijven. We moeten er zijn en zichtbaar zijn voor Etten-Leur. Mm-hmm. En toen zijn we eigenlijk gestart met onze lichtpuntjes. En die hebben heel veel georganiseerd het laatste 14 maanden. En het eerste lichtpuntje waar we mee gestart zijn vorig jaar was... we hadden net de bibliotheek helemaal gesaneerd. En we hadden heel veel boeken nog liggen. En toen zijn we begonnen met gratis boekenpakketten weg te geven. Oh ja. Want alle winkels waren dicht. Je kon nergens meer terecht. Mensen zaten hele dagen thuis, hele weekenden thuis. En niet zo fijn als een boek lezen. En dat werd eigenlijk een heel groot succes. We hebben 800 boekenpakketten weggegeven aan de voordeur van Nieuwe-Nooblaar. Dat is wel heel veel inderdaad. Ja. En dat is dan één van de lichtpuntjes. Maar wat hebben jullie nog meer kunnen doen? Ja, voor de kleintjes bijvoorbeeld voorlezen met muziek. Normaal vindt dat plaats in de bibliotheek. En nu hebben we een livestream opgezet met ons voorleesduo Pieter en Kirsten. Mm-hmm. En daar werd echt dankbaar gebruik van gemaakt. Je zag ook dat er veel animo voor was. Dus dat hebben we elke maand hebben we dat inderdaad herhaald. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld een instructie gemaakt voor beeldbellen. Omdat er genoeg mensen, iedereen ging in één keer via WhatsApp, Zoom, allerlei platforms met elkaar videobellen. Ja. Maar er is ook nog een doelgroep die eigenlijk helemaal niet zo wist hoe je dat nou moest instellen op je telefoon bijvoorbeeld. Dus daar hebben we een handleiding voor gemaakt. We hebben vanuit het poppodium hebben een aantal livestreamconcerten gedaan in een lege grote zaal, maar met een band akoestisch of wel met alle geweld van instrumenten op het podium. En ook dat was gewoon fantastisch om eventjes te kunnen doen. Ja, en zijn jullie nog wel van plan om dat soort livestream evenementen dan toch te houden? Of echt wel weer terug te gaan naar normaal, zeg maar? Ik denk dat de toekomst misschien wel een mix gaat worden. Ik denk dat er nergens... Er gaat niks boven live iets zien en live contact. Mm-hmm. En elkaar ontmoeten en het elkaar in de ogen kunnen kijken en het voelen. Maar we hebben ook gezien dat je ook heel veel kan met livestreams. En we hebben dat gezien met onze voorleeswedstrijd die we hebben georganiseerd afgelopen januari. We hadden de voorlezers bij ons in de kleine zaal. Maar alle ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's hadden we allemaal via de livestream op een heel groot scherm. Allemaal van die kleine schermpjes de kids aanmoedigden en er dus ook bij waren op een andere manier. En we hebben wel gezien, dat is gewoon een hele mooie mix. Dus dat kan ook. Ja. Maar we hopen natuurlijk dat we straks na de zomer echt alles alleen nog maar live kunnen doen. Ja, precies. Ja. En inmiddels hebben we de apparatuur ook in huis om het te kunnen doen. Hè, om het zelf te kunnen doen. Dus wat dat betreft kunnen we nu ook wel snel schakelen op momenten dat we een combinatie zouden willen maken. Ja, precies. Ja. En stel dat het toch nog zo gek gaat lopen dat jullie misschien weer dicht moeten. Dan heb je in ieder geval wel een backup dat je meteen weer door kan. Zeker, maar laten we daar in ieder geval niet van uitgaan. Nu alles weer mag. Ja, dat zou wel prettig zijn. Want hoe hebben jullie het een beetje zelf ervaren dat je het zo op die manier moest doen? Weet je, je hebt niet stilgezeten, maar het was toch wel anders.
Ja, het is zeker anders. En weet je, uiteindelijk, we zijn natuurlijk met z'n allen ook begonnen om vanuit huis te gaan werken. En dat was natuurlijk al even een omschakeling, omdat je elkaar normaal gesproken gewoon op kantoor ziet. En je kunt eventjes samen op de gang overleggen of even het koffiepraatje bij de koffiemachine. Weet je, en dat was al best wel een omslag. En ja, wij zitten natuurlijk in een sector waar je te maken hebt met het publiek. Of dat dan bezoekers zijn van theater of de cursisten van kunsteducatie of de moeder en het kind die naar de bibliotheek komen. Ja, dat was ook heel erg wennen dat je die in één keer moest missen. Ik bedoel, wij zitten nu aan de Anne van Berchemlaan, een groot pand waar normaal volop leven is. En dan in één keer, ja, als je dan een keertje op kantoor was, wat heel sporadisch voorkwam, maar dan was het gewoon zo leeg. En best wel kil eigenlijk ook wel, denk ik. Ja, het was niet wie wij zijn. Nee. Hè? Ja. Nee, de eerste keer dat we een livestream verzorgden met Pieter en Kirsten, het voorlezen met muziek. En die kwamen met z'n tweeën dat gebouw binnengelopen. En dan hoor je die klanken van de piano. Nou, daar had iedereen wel even een slikmomentje van dit is toch wat we willen in dit gebouw. Ja, precies. Dat heb je dan ook best wel gemist. Ja, enorm. Ja. Enorm. Ja. Het is zo'n feest om al die kinderen weer binnen te zien komen en het geluid uit het gebouw te horen komen. Ja. Ja, en daarom ook. We vertrokken vandaag deze kant op. En ja, de muzieklessen zijn weer begonnen. En dat is natuurlijk super. Dus ja, kids met viooltassen op de trap richting de les. Ja, dat is ook gewoon echt waarvoor we op aarde zijn, zeggen we dan altijd. Ja, want nu het enige wat jullie nu nog hebben kunnen doen bij de vorige versoepelingen was dat jullie de kinderen dan les konden geven en de cursus vooral voor de kinderen eigenlijk. Ja, voor kinderen tot en met 18 jaar, bij de vorige versoepelingen van 19 mei, mochten we voor de kinderen tot en met 18 jaar de lessen weer opstarten. En dat hebben we ook direct gedaan. En de volwassenen mogen vanaf aanstaande maandag weer. Dus vanaf aanstaande maandag kunnen ook de pottenbakkers en glas- en loodcursisten kunnen ook gewoon allemaal weer naar ons toe komen. Ja, en er is ook wel heel veel animo weer voor. Ja, weet je, het was zo abrupt in december dat opeens alles stil lag. Dus de cursussen waren nog volop in bedrijf. Je bent dan je bent net 3 maanden onderweg in je seizoen. Ja. En ja, dus dan sta je opeens stil. En al die cursisten hebben heel veel mailtjes en telefoontjes gehad van kunnen we alweer, mogen we alweer. Ja, en vandaag hebben we ook gewoon al kunnen communiceren. Ja, vanaf aanstaande maandag zijn jullie ook van harte welkom. Ja, en wat voor cursussen geven jullie eigenlijk allemaal precies dan? Als ik vraag mag. Dat zijn echt enorm veel. We geven heel veel verschillende soorten muzieklessen. We hebben ensembles, we hebben duolessen voor in de muziek. We hebben enorm veel verschillende soorten danslessen. Met name de klassieke dans, moderne dans. We geven cursussen fotografie voor mensen die net om de hoek komen kijken tot gevorderden. Maar ook tekenen, schilderen, pottenbakken, keramiek, glas in lood. Genoeg te doen in die klas. Ja, genoeg te doen in ons cultuurcentrum. Als ik er langs dan binnenkort. Meer dan welkom, absoluut. En jullie hebben ook natuurlijk een bibliotheek, maar jullie hebben in die tijd ook niet de bibliotheek open kunnen doen. Hoe is dat voor jullie een beetje gegaan? Ja, dat was eigenlijk wel. We hadden de vingeroefening gedaan in april. De eerste. Toen we open mochten. Mm-hmm. We gaan voor de afhaalbiep. Dat hebben we toen nog georganiseerd. Dat mensen via onze website hun boekenpakket konden aanvragen. Met voorkeuren. En dan maakten wij het klaar. En dan stond het bij de voordeur klaar. En de tweede keer hebben we eigenlijk besloten om dat niet meer via de website te doen, maar juist telefonisch. Zodat mensen die wat meer moeite hebben met het bezoeken van een website, dat het voor hun ook toegankelijk is. Dus we hadden elke ochtend de dames aan de telefoon van de bibliotheek, die alle wensen opnamen. En dan vervolgens werden alle pakketten klaargezet. En de volgende dag kon je dat bij de deur weer ophalen.
Ja. Dat is echt super om te zien. Want meer dan 3000 boekenpakketten hebben we dus uitgereikt vanaf december. Ja, dat is wel heel veel inderdaad. En dat is gewoon fantastisch. En het blijkt maar weer dat lezen gewoon zoveel doet. En weet je, zeker ook in het onderwijs waren er natuurlijk ook genoeg kinderen die moeten lezen voor hun lijst op de middelbare school. Maar ook het voorlezen en het zelf leren lezen op basisonderwijs. Ja, dat ging wel door op deze manier. Hebben we dat in ieder geval wel kunnen brengen. Ja, en hoe ervaarden jullie de meningen, zeg maar, of de reacties van de mensen? Ja, mensen waren sowieso al heel blij. Ik bedoel, ik heb zelf dan een keertje bij de balie gezeten, hè, voor de uitgifte van de boekenpakketten die besteld waren. En ik heb op een gegeven moment iemand gehad en die had een kaartje speciaal geschreven voor de bibliotheekmedewerkers die voor haar een boekenpakket hadden samengesteld. En ze had ook gezegd van, nou, dit is een beetje het genre waar ik van houd. Zoeken jullie maar iets uit. En ze was zo blij met de keuze en ze had ook gezegd van, ja, ik vind het zo fijn dat ik gewoon naar hier kan komen en toch nog even drie boeken heb. Nou, ik kom over 2 weken weer, want dan heb ik ze weer uit. Weet je, dus het is wel echt hartverwarmend, de reacties van de mensen. Want je merkt ook echt dat er behoefte aan was. Dat ze ook echt even een uitje konden maken naar de afvalbiep. Daar weer een leesvoer konden halen om mee terug naar huis te nemen. Ja, ook best wel bizar eigenlijk dat een uitje is om eventjes iets af te halen natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Dat was in ieder geval wat nog wel kon. Ja. Je kon dan de bieb niet in, maar je kon op die manier dan toch nog iets gaan lezen wat je misschien zelf niet zo snel uit een boekenrek had gekozen. Ja, precies. Ja. En naast de bibliotheek en naast de cursussen en lessen die jullie natuurlijk geven, hebben jullie natuurlijk ook nog theater en concerten die jullie geven. Ja, of tenminste, die bij jullie worden gehouden. Ja. Staat de agenda daar ook al voor of nog niet helemaal? Nou, eigenlijk concentreren we ons de komende maand. Hè, want we mogen dan vanaf 5 juni weer open. En juni staat in het teken van de maand van de kunsteducatie. Dat is een landelijk thema waar wij op inhaken. En juni en juli staat eigenlijk in het teken van de amateurkunsten. Dus de amateurs hebben bij ons krijgen de gelegenheid om hun kunsten te vertonen. En bijvoorbeeld onze eigen kunsteducatieleerlingen. Maar dan ook in de maand juli komen er 7 basisscholen. Die komen hun groep 8 musical performen op het toneel van onze grote zaal. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En daarbij mag publiek aanwezig zijn, conform de richtlijnen. Ja. Dus er staat in ieder geval wel wat weer op de planning. Er staat in ieder geval weer iets op de planning, absoluut. Ja. En we kijken ook uit natuurlijk naar het nieuwe seizoen, het nieuwe culturele seizoen. Dat start bij ons weer in september en dat loopt dan door tot en met augustus. Mm-hmm. En ik heb een primeur voor jou, of wij mogen een primeur met je delen. Op 15 juni aanstaande starten wij met de verkoop van het culturele seizoen. Dus dan kan het publiek weer bij ons naar nieuwe cursussen en lessen kopen. Maar ook weer theaterkaarten voor voorstellingen die we vanaf oktober tot en met december bij Nieuwe Nobelaar aanbieden. Dus daar kijken we ook enorm naar uit, dat we daarmee kunnen gaan starten. Ja, precies. Wel leuk, inderdaad. Ja. En ik heb u natuurlijk gevraagd om een voorwerp mee te nemen. Het is een heel bijzonder voorwerp en ik vroeg me af waarom dit voorwerp. Ja, het is een trompet. Uh-huh. En dat voorwerp is eigenlijk wel, we hebben er wel over nagedacht. Ja. Maar ook wel om iemand die ons zeer naar aan het hart ligt, Gerard Smit. Smit, die gaat ons verlaten na 34 jaar. Hij heeft 34 jaar als trompetdocent lesgegeven op Nieuwe Nobelaar. En gaat in juli zijn laatste les geven. Zijn laatste concert binnen Nieuwe Nobelaar. En dan gaat hij met pensioen. Ja, dus die heeft eigenlijk ook zijn laatste tijd ook een beetje apart meegemaakt natuurlijk. Ja, het is een hele aparte periode. Maar we hopen, zoals de versoepelingen zeg maar, zich nu ontwikkelen, dat we hem wel een heel mooi afscheid kunnen gaan geven in juli. Precies. Ja, want is er veel animo voor als hij zijn laatste concert gaat geven? Ja, ik verwacht van wel. Als je 34 jaar verbonden bent aan een muziekschool in het hart van Etten-Leur, waar misschien wel generaties les hebben gehad, dat de vader nog les heeft gehad en vervolgens kind of het kleinkind zelfs. Ja, ik denk dat er enorm veel animo is om dag tegen Gerard te zeggen. Ja. En hem nog een laatste keer te horen spelen. Ja.
Ja, want hij heeft dan 34 jaar bij jullie bij de Nieuwe Nobelaar gezeten. Ja. Hoe lang heeft hij op dit instrument gespeeld? Volgens mij is hij daar als klein manneke al mee begonnen. In de plaatselijke harmonie, heb ik me wel eens laten vertellen. En ik denk dat hij al heel lang speelt. Ja. Ja, dus we denken ook wel dat het niet zijn allereerste was, denk ik. Nee, zeker niet. Ik denk dat hij er inmiddels al een aantal heeft versleten. Ja. En een aantal gewoon op reserve heeft staan en voor de uitleen. Dus er liggen wel wat trompetten in zijn bezit. Ja, en hebben jullie meerdere muzikanten vast in jullie team zitten? Ja, we hebben een team van, ik geloof even, pin me er niet op vast, 15 muziekdocenten in allerlei verschillende soorten instrumenten. Ja, ja. En die doen alleen de lessen geven, maar ook wel eens een keer een optreden of een concert geven? Ja zeker. Ze doen en lesgeven, maar we hebben ook elk jaar hebben we ook onze eigen producties. Een van onze bekendste producties is wel de kerstspecial start van het seizoen. Dat zijn wel twee hele bekende producties waarin ook gewoon onze docenten allemaal aan meewerken. Ja. Dus, maar dat is dan een combinatie van docenten en leerlingen. Leerlingen dan. Ja. Soms docenten en leerlingen. En soms doen ze ook met elkaar echt een mooie performance geven. Oh ja. Ja, is wel leuk. Ja. Dus we hopen dat het met kerst alles gewoon weer kan. Ja. Want hebben jullie dat de vorige kerst ook zo gedaan? Of live stream? Nee, we waren natuurlijk, want dat was eigenlijk vanaf 5 december moest alles weer dicht. En toen hebben we inderdaad geen kerstspecial kunnen doen. En daar zitten ook normaal gesproken maanden voorbereiding aan vast met verschillende groepen. En dat ging, ging de afgelopen ook, tijd natuurlijk ook niet in de aanloop toen destijds naar december. Dus dat hebben we een jaartje overgeslagen. En we gaan wel kijken waar we dit jaar naartoe kunnen gaan. Ja. En wat is voorlopig het grootste evenement voor jullie? Of waar jullie het meest mee bezig zijn op dat moment? Nou, op dit moment staat gewoon de maand van de kunsteducatie wel helemaal in de spotlight. En met name ook dat we gewoon onze leerlingen gewoon heel graag nog willen laten shinen op dat grote podium bij ons. Ze zijn allemaal druk bezig nu met de kostuums en met de repetities. We hebben de musical class gaat een montagevoorstelling wegzetten. Onze dansleerlingen gaan ook een kleine compilage maken van wat ze hebben geleerd de afgelopen maanden, ook online. En nu gelukkig weer live. En ik denk dat het een prachtige maand gaat worden. Ja. En we hopen dat we in augustus, want dan is vanuit Poppodium organiseren we altijd het festival Popenlucht in het Oude Kerkpark. Alleen we weten nu natuurlijk nog niet precies welke maatregelen tegen die tijd gelden. Maar onze vrijwilligers van Poppodium zijn echt al wel druk bezig met scenario's om te kijken van, goh, als het door kan gaan, op welke manier kunnen we dan Etteleur verblijden met allerlei muziek. Dus ja, dat, precies. Daar zijn we op de achtergrond ook mee bezig. Ja, en dat doen jullie dan echt speciaal voor Etteleur of een beetje ook voor de Etteleur de regio's. Omgeving toch wel. Ja, Poppodiumlucht. We gaan de 35e editie gaat gebeuren eind augustus. Dus inmiddels heeft dat festival ook wel een naam opgebouwd in de regio. Ja, absoluut. Nou, ik ben heel erg benieuwd. En dan ga ik het gesprek nu even afronden. En dat doe ik altijd met de kletspot. Dat het een vraag die er dan uitkomt. Ik hoor je net volgens mij al eens zeggen dat je er bekend mee was. Ik heb er thuis in staan. Ja. Even kijken. Haal jij jezelf altijd te veel op de hals of kun je nee zeggen? Oh, ik haal mezelf best veel op de hals. Maar uiteindelijk kan ik wel overzicht behouden dat als het te veel wordt, dat ik dan toch wel mijn prioriteiten bepaal en zeg, nou, nu gaan we even voor dit. Ja. Ja. Ik vind het gewoon heel moeilijk. Dus ja, als je eigenlijk altijd te veel op de hals. Misschien soms wel. Alles is leuk. Alles is leuk. Ja, alles dat is vervelend leuk. Soms, hè. Dan wil je te veel doen, inderdaad. Ja. Nou, ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat jullie bij mij aan tafel wilden aanschuiven. En hopelijk tot de volgende keer. Een keer in het cultuurcentrum Nieuwe Nobelaar of ergens anders een keertje. En kijkers, bedankt voor het kijken.